Het Wantijbad gaat zaterdagmorgen weer open. Wethouder Rijnvaan verricht om 11 uur de officiële heropening. Het 50 meter bad was lek en kon sinds mei niet worden gebruikt. Het lukte maar niet om het lek te vinden. Dagbezoekers mochten daarom voor half geld naar binnen. Abonnementhouders mochten zonder bijbetaling zwemmen in het overdekte zwembad van de Sportboulevard. Ik kan natuurlijk niet zeggen hoeveel mensen er geweest waren als we wel helemaal open waren. Dus dat is moeilijk te zeggen. Gelukkig hebben we nog een bad vol liggen, want we hebben genoeg zwemwater waar iedereen van kan genieten. En de meeste baden in de omgeving hebben niet veel meer zwemoppervlakte dan wat wij nu kunnen aanbieden. We zijn natuurlijk wel een beetje verwend in het Wantijbad met een 50 meter openluchtbad. De reparatie van het Wantijbad heeft 43.000 euro gekost.